kijk naar Enzo Pro Power! Enjoy! Hey! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Battlefield 3 live commentary. Like a fucking bout. We gaan spelen met de... Hey, hello dude. Oh, ik wou hem even trollen. Maar, we gaan spelen met de M5K. Op Ziba Tower, Conquest Domination, Like a Boss. Mijn lievelingsmap, net zoals de Norse Cannons Team Deathmatch. Ik vind het gewoon een heerlijke map om op te spelen. Dus dat gaan we ook maar eens... Oh, holy shit. Dus dat gaan we ook maar eens even doen. Van waar werd deze gast gekillt? Kijk, wat de heck, hij vloog gewoon voorbij. Oh, shit. Nou, dat was snel opgelost, dit probleem. Damn. En dit probleem ook. Kijk eens aan. De M5K is fucking sterk. Van close range, dat is niet normaal. Jullie zien het. Hopelijk ga ik deze video als beast mode met de M5K. Ik vind het... What the fuck? Oké. What the fuck gebeurde er? Oh my god! Oh. Guys, luister, dit is... Oh mijn god, kijk. Er staat hier, en de opname is gestopt. Ik had alleen Battlefield 3 zeg maar als scherm, dus hij zag alleen dat. Maar er staat, game disconnected, you have been banned from the server. Ik ben gewoon geband. Alleen, ik dacht, ze bannen me voor cheaten, maar nee. Het was voor, ik ben geband voor using het wapen, dus voor het gebruik van de MP5K. Dus omdat ik de M5K gebruikte, ben ik geband. Ik wist niet dat dat niet mocht in deze map. Het spijt me, server, eigenaar van deze server. Nee, ik bedoel, fuck you, interesseert me eigenlijk niks. Er zijn nog genoeg servers. Oké, laten we doorgaan. Ik ga een andere map joinen. Ik zie jullie zo weer. Yeah! Yo, daar ben ik weer. En ik heb een andere server gejoined. Zelfde map, weer met de M5K. Hopelijk word ik... Oh, what the fuck. Hoezo staat daar meteen iemand? Terwijl ik hier span. Hopelijk mag ik in deze map wel met de M5K. Oh shit, ik schrik. Maar ik kill hem. Oké. In ieder geval, het is dus zo dat de M5K, zoals ik ook al zei, is gewoon een sterk wapen. En nee, ik ga niet campen hoor. Ik ben heel even aan het kijken waar ik nou precies heen ga. Het is gewoon een heel erg sterk wapen. Dus ik snap op zich wel dat ze dat verbieden. Net zoals de shotgun, de P90 heel soms. En de M16A3 en de AEK971. Die wapens die worden allemaal wel eens geband in dit soort... eigenlijk kleine mapjes, omdat ze heel erg sterk zijn. Maar ja, ik vind gewoon dat elke wapen gewoon allowed moet worden. Want het ene wapen is nog gewoon sterker dan het andere. Dus, boeien. En iemand zegt... Hey Enzo. Yo, knophouwer. Oh yeah. Cool dat mensen mij nog herkennen of aanspreken bij Battlefield 3. Awesome. Oké, let's continue with this Battlefield 3 live commentary. And oh shit. Oops. Ha! Fuck you. Okay, we hebben nog 11 kogels. Kunnen we nog één iemand wel mee killen? En dat is die. Oh, precies zoals ik zei. Like a boss, mensen. Like a boss. Oké, we gaan meteen 4-1. Dus knophouwer is niet weggegaan. En... Oh, we zijn B kwijt. Oh, waarom gooi ik hem daarheen? Waar niet? Oké, daar staat een claymore. Dus laten we via onder hier gaan. Ze zijn hier ergens. Ergens. Maar toch nergens. Waar de fuck zijn ze heen? Ze lopen een rondje om ons heen ofzo. Ah, ze zijn daar. Oh, what the fuck? Yo, gast, er loopt iemand naast je, voor het geval dat je nog niet wist. What the fuck? Oh, shit. Hey, waarom wacht ik dan weer niet? Dan loop ik recht op ze in. Dat is best wel retarded, wist je dat? Oh. Oké. Let's go. Granata, granata. Oh. We gaan terug. Ja, dokter. Want hier gebeurt iets. Fucking hell, waar gaan we heen? Waarom kom ik nog niemand tegen? Oh fuck.
Waarom schiet je op mij? Ik hoor bij jou. We hebben dezelfde vijanden, mijn grote vriend. Oh yeah, doet hij even. Hey, fuck, fuck. Oh, dat heb ik nog maar net gefixt. Oh, what the fuck? Oh, ik heb kill assist. Cool. Fucking droog was die. Oké, okay, we hebben elkaars rug. Nice. Good job. Goed gedaan. Iedereen weer blij. Kan iedereen weer naar huis? Hé, hey, what the fuck doe jij? Nice. Ook goed gedaan dit. Nice. Even ammo vreten. Nom 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 nom. En we gaan weer go. Oeh, we can pull this off, guys. Dum, 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 dum. Oh, er stond niemand onder de hoek. Surprise, surprise, surprise. Oh, ik schrok. Oké, okay, we gaan lekker. We komen niet zoveel vijanden tegen, maar we maken zeker wel puntjes. En ik denk, ik ga gewoon weer rennen. Boeien. Ik ren gewoon een beetje rond. Ik ren echt gewoon rond, like what the fuck. Alsof ik de enige ben in de map. Zo. Een mooi killetje. Hoppa, daar een mooi killetje. Zo, we doen gewoon alsof niks voorstelt. Dus. Oh, die hoort bij mij. Zo, hoppa. Zie, we rennen gewoon de map rond alsof niks voorstelt. Hoppa, die is ook weer dood. En dan gaan we weer weg hier, later. Oké, 8-2. Lekker bezig.nl. Oh, daar vloog iemand naar beneden. De M5K is lastig om te schieten van afstand. Okay, we gaan dus iets anders doen. We gaan via hier. Eerst naar rechts kijken. Nee, niemand. Maar hier zijn ze wel, dat zeker weten. Oké, dat is 1. En dat is niet 2, want ze zagen me op de radar natuurlijk. Oh, klotenzooi. We hebben meer knophouden nodig, joh. Meer knophouden, man. Oké, er spant niemand naast mij. Dat is altijd zo'n plek dat je niet echt weet of... Wow! Wow! What the heck? Wat deed jij? Hier, word je voor gestraft, jongen. Oh, fuck. Woep, woep. Oh, oh, ik flash hem wel mooi. Oh, yeah. Wow, wat een bug, man. Holy shit. Dat was echt geniaal. Oh yeah, kom uit de hemel. Ah, fuck you. Met je domme shotgun. You can pull this off, guys. Oh yeah. Nice. Hey! Oh, what the heck? Meen je dit nou serieus? Jongens, echt waar. Zonder grap. Echt waar. En nu horen jullie weer het geluid van mijn camera, maar echt waar. Ik ga het aan jullie laten zien, ja. Kijk wat er alweer is gebeurd. Gewoon in één live commentary. What the fuck, guys? You have been banned from the server. Stated reason, bye bye. White blue sky, fuck you, man. Fuck you. What the fuck is dit? Holy shit, gewoon 2 keer geband in 1 live commentary. Dus blijkbaar willen ze niet dat ik terugga naar de Battlefield 3 live commentaries. Maar fuck dat, Enzo Knol geeft niet op. Hij is 2 keer geband. Mooie afsluiting. Mooie afsluiting weet ik niet. In ieder geval, het is een afsluiting van deze live commentary. Overmorgen zien jullie meer van Battlefield 3. Dit was echt een epische aflevering. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vergeet het blauwe duimpje niet. Om mij te supporten van deze 2 bands. Wat me echt helemaal geen fuck interesseert. En dit geeft alleen maar aan dat ik gewoon ze own. En dat ze daar niet tegen kunnen. Knolpower, toestronk. Vergeet niet te abonneren en ik zie jullie de volgende keer. Later. Knolpower.